Aan de Wetstraat in de wijk Heezenveld in Nijmegen is in de nacht van 22 op 23 oktober een auto in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden, maar de auto is volledig uitgebrand. De melding van de brand kwam rond 2:30 in de ochtend. De gevel van het pand naast de brand is licht beschadigd. De ramen van het gebouw waren door de hitte op meerdere plaatsen gesprongen. Een dag eerder was het ook al raak. Toen ging een rij van 6 auto's ten onder in een vlammenzee in de Wezenhof. De politie verricht nog verder onderzoek.